Ik ben Hans van Bo, hoofdredacteur van Business Process Magazine. En ik praat na afloop van de algemene ledenvergadering van BPM Forum Nederland met Hans Klein van Telfort, de winnaar van de BPM Best Practice 2010. Gefeliciteerd, Hans. Gefeliciteerd. Ontzettend leuk dat juist Telfort die prijs gewonnen heeft. Wat doe jij precies bij Telfort? Wat is jouw functie? Mijn functie is Business Process Architect. Ja. En dat betekent dat ik vormgeef aan systemen en aan de organisatie. En met name hoe die twee met elkaar samenwerken. Maar jij doet dat al heel lang, toch? Jij zit al heel lang bij Telfort. Ik doe dat al ruim 10 jaar. Zo. En daarin heb ik heel veel projecten mogen doen binnen Telfort. 10 jaar. Waar is het toen al bezig bij Telfort met procesmanagement? Nou, 10 jaar geleden nog niet echt. Nee. Dat was echt nog een Wild West show toen. Ja. Met alleen maar escalaties en verstoringen. En langzaam maar zeker heb ik daar steeds meer lijn in de manier van werken kunnen brengen. Ja. En dat werd het vakgebied Business Process Management. En uiteindelijk zijn er een man of 10 werkzaam in geweest. Ja. Toen kwam de kwaliteitszorg daarbij. En in 2005 zijn we uiteindelijk gekocht door de KPN. En sinds de laatste 5 jaar dus onderdeel van de KPN-familie. Ja, maar heb je het dan helemaal van de bodem af kunnen opbouwen? Het procesdenken binnen Telfort? Ben je echt helemaal van scratch af aan begonnen? Ja, eigenlijk Telfort was gewoon ontstaan. Ja. Uit toentertijd de spoorwegen, MBT en een gekochte GSM-licentie. En heel snel waren daar het GSM-product op de markt gebracht. Dat waren die pakken melk die je toen niet kon kopen. Maar het groeide heel snel. Het was veel te snel gegroeid. Dus als je een reparatie had, duurde dat 70 dagen voordat dat gerepareerd werd. En dan zat je 70 dagen zonder handset. Maar dat kon allemaal niet. En men wist wel dat er een probleem was, maar niet welk probleem. En door daar gestructureerd naar te kijken, dat in kaart te brengen. Je moet je voorstellen dat wat ik deed, was alleen al een meeting organiseren, zoals dat dan heet, met de verschillende afdelingen. Ja. Die afdelingen, die moest ik aan elkaar voorstellen. Dus die werkten allemaal in dezelfde keten om een toestel te repareren. Maar jij moest aan elkaar introduceren. Maar ze kenden elkaar helemaal niet. Dus ik dacht dat ik nieuw was, maar ze kenden elkaar ook daar onderling niet. En sinds 2000 ben ik dat constant aan blijven doen om te laten zien dat je niet in je eentje bent, niet in de afdeling bent, maar dat je samenwerkt met de afdelingen binnen de procesketen. Ja. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in het ISO-certificaat wat we hebben gehad. Toen in 2005, maar toen zijn we dus door KPN ook gekocht. Ja. Toen moesten we weer aan SOX compliance werken, dus de betrouwbaarheid van de informatievoorziening was toen van belang. En de laatste 3 jaar zijn we met dat Telfort 2.0 project begonnen om opnieuw te beginnen binnen die mobiele wereld. Van hoe zouden we het nou doen als we het nou opnieuw zouden doen? En dat was eigenlijk de kans waar ik naar op zoek was. Interessant, dat is heel interessant. Ja, ja, dat was voor mij toch de ultieme kans. Want op een gegeven moment ben je wel uitgeoptimaliseerd. Ja. En dan heb je betrouwbaarheid, je hebt kwaliteit. En heel veel kost een beetje heel veel kennis en ervaring opgedaan. Ja. Maar dan is de op een gegeven moment dan is er geen ruimte meer voor verbetering, omdat al die systemen gefragmenteerd zijn, de organisatie gefragmenteerd is. En dan heb je echt zoiets als een nieuwe start nodig om weer een stapje beter te kunnen worden. En dat is een verandering die Telfort met Telfort 2.0 heeft gedaan. Kijk, dan ben je niet direct weer beter als dat je voor die tijd was. Want je hebt een zo'n massale verandering gedaan van systemen en processen daaromheen. Daar zijn best nog wel wat tekortkomingen. Maar de potentie om nu weer door te groeien naar een hoger niveau van nog hogere kwaliteit richting klanten, nog een betrouwbare procesvoering, een verbetering van de doorlooptijden en natuurlijk met name de kostenbeheersing die wij nodig hebben. Dat is nu mogelijk doordat
door die significante verbetering, zeg maar. Dat was eigenlijk de essentie van het Telco 2.0 project. Heb jij nou een idee wanneer nou het management, de directie van Telfort, eigenlijk door begon te krijgen dat die aanpak met die processen, dat ging werken? Nou, de aandacht voor de directie, die is altijd maar beperkt en heel vluchtig. En wat heel belangrijk is, en dat is iets wat Jeroen de Groot ook in zijn tijd heeft gedaan, is het goed vastpinnen aan de doelstelling en de problematiek die de directie op dat ogenblik heeft. Dus toen wilden ze opnieuw beginnen en de kosten dramatisch verbeteren, ja, dan moet je je business process management ook in die context verkopen. Ja. En het niet verkopen als iets heel generieks, maar juist het zo daarna toepassen als de gelegenheid zich voordoet. Net als toen de tijd dat met SOX, toen dat erg in de schijnwerpers van de directie stond. Dat het een approach is wat daar met dat probleem zou kunnen helpen. Eigenlijk verstop je het vak business process management. Business process management leeft onder professionals. Wij kennen het, wij vinden het belangrijk om in processen te denken. Ja. We kunnen het aan werkvloer en management ook wel uitleggen. Maar binnen directie blijft het toch een heel abstract begrip. Ja. En je kunt het niet alleen maar brengen. Je moet het echt projecteren op. Dus inderdaad, in 2001, 2002 waren doorlooptijden een groot probleem. Business process management geïntroduceerd. In 2003, 2004 was kwaliteit een probleem. Business process management verder vervuld, alle processen is beschreven. Ja. En gedocumenteerd en kwaliteit op de kaart gezet door procesaudits, et cetera. Ja. Dus echt het horizontale denken. Nou, toen kwam die SOX-wereld, weer processen gebruikt in het licht van de betrouwbaarheid van de informatievoorziening. Ja. En nu is het enorm de kanteling naar de kosten. Dat is een actueel thema binnen Telfort. Nou, zo te horen, ben je voorlopig nog wel aan de slag met process management bij Telfort? Ja, ik denk dat wij nog wel even met het business process management bezig zullen zijn. We zullen het lang niet altijd zo noemen. Nee. Wij noemen het, we tekenen even level 3 processen op. We laten processen aftekenen en we gaan processen implementeren. Maar we zetten het niet meer als zelfstandig vakgebied neer. Het moet gewoon in de aderen groeien en mensen moeten zien, hé, dat is goed, want nu we de mobiele kant goed op orde hebben gebracht, zijn met de kant van het internet bezig. En ook daar zien ze baat bij het op orde brengen van de processen, om de processen onder controle te brengen, te weten hoe alles werkt, hoe alles samenwerkt. Om dusdanig weer een volgende stap te maken naar de volgende product. Ja. Heel erg bedankt voor dit gesprek, Hans Klein van Telfort. En nogmaals gefeliciteerd met de BPM Award. En dankjewel.